Ja, hier zijn we weer bij Minecraft Modded. Ik sta hier bij mijn garagepoort en ik zat te struggelen hoe ik ging de items van hier doorkrijgen. Tot als my boy Adirag mij helpt te herinneren dat ik gewoon een storage interface kan gebruiken en dat dat door blokken gaat, twee blokken ver. I was a bit stupid, I know, I know. Dus laten we maar beginnen met de factory. Dus ik heb een casing en een shoot nodig. En ik krijg er maar één. Oef. Ik heb geen casings. Nog meer een oef. Maar dit is eigenlijk best expensive. Ik heb geen 27 nodig. Shit, ik heb er 54 nodig. Ik heb nog maar 30 iron. Ah. Oh shit, overstressed. I didn't know that will happen. Aha. Dus ja, deze squares. Ga je al zien. Dit worden eigenlijk. Dus ja, dat worden eigenlijk item vaults voor de wood te storen. Ja, mensen. Mission failed. Volgens mij werken de storage interfaces enkel als het een bewegend object is, maar het staat stil op een transportband, dus dat beweegt niet. Dus heb ik een weighted ejector gemaakt en hopelijk kan ik dit wel gebruiken. Test numero uno. Laten we de casings hierop plaatsen. En. Ja, dat werkt. Maar nu die poort nog. Dus ik had deze mensen al eens eerder gevonden. Toen ik nog met mijn bootje bij de Game Fusion groep zat. Nu dat ik eraan denk, dat is de eerste keer dat ik een mansion ben. Ha. Dus ik weet eigenlijk echt niet wat ik moet verwachten of waar dat de loot zit. Let's hope for the best. Nou, ik ga hier eerst die evoker pakken voordat ik hier genaaid word. Door al die vexes. Ik word van één kant naar de andere kant geduwd, jongens toch. Oh, deze dingen zijn echt. Hoe de fuck moet ik daar aan? Smithing template. Vex armor trim. Oeh. Laat me maar deze kamer in gaan. Oh, vier. Waar komt die creeper? Not what I was looking for, you know. Oeh, ik kan die iron doorsebruiken voor iron. Wait, what? A lace? Er zit hier een lace in? You're mine. I mean, this is kind of what I'm looking for, you know. Oh my god, that message. Me and the blue boys hanging out. Oh. Zretter heeft hier vlak naast de Deep Dark een railway liggen. Van Sunset Resort naar Sunset Headquarters hier. Het ziet er wel naar uit dat Rutger al een groot deel geëxploreerd heeft. Dus kan ik ook gewoon deze kisten looten. Decent loot, music disc fragments en een nieuw music disc. Ja, ik ga dan nu midden in de Deep Dark luisteren. Oeh. Oeh. Nice. I like it. I mean, ik moet wel. Ah. Vlug eens mee pakken. Normaal is dat nu tweede keer. Ja, laten we maar naar deze building gaan. Uh-oh. Looks okay. Oké, vlug eens mee pakken. Oh, nee, 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 gone, 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 gone. Ja, dit is basically de loot die ik verzameld heb. Dus ik heb weer genoeg iron, eindelijk. Dus in de Deep Dark heb ik een paar creatures gevonden. En ik heb gelezen in de Animal Directory dat je met je Screecher Soul een Skullboomer kan maken ofzo. Oké, boomer. Oh my god. Let's try this. Oh, damn. Oké, dit is best cool. Nog een keer, nog een keer, nog een keer, nog een keer. Doet niet zoveel damage. Dus normaal gezien heb ik nu een deftig systeem die werkt voor mijn items van buiten naar binnen te halen. Laten we maar eens proberen, hé. Als ik hier sta, kan ik het best zien. Door die Smart Observer gaat de poort eens open. Normaal heb ik tegengesteld als er een stack op ligt, dat ze overgesmeten worden naar de andere kant. Ik hoor de boer nog om protesteren aan de fucking ring. Is het zo erg? Ik hoor ze heel staan toeteren. Holy shit, dat was de langste toeter ik ooit heb gehoord in mijn leven. Hij is weer gewoon. Hoor Ja, ik hoor het! je het? Dat is echt fucking insane. Dat is normaal. Ja, het werkt, het werkt. Ik heb een paar dingen voorbereid dat ik wil tonen. Ah, heb je die straw statues? Ik heb dat ook in mijn shit staan, maar ik heb dat nog niet gemaakt. Doe ik een shift right click? Oh ja. Oh, what the fuck. Je hebt bare veel dingen. Oh. Je kan poses selecteren die gepreset zijn of je kan je eigen pose maken. Oh, je hebt hier al
Beetje... Oh, what the fuck. Wacht, kom eerst naar binnen. Oh, man vliegt. Waarom vlieg je? Zo. Slangen. Ah, dan plak je ze aan het plafond of zo. Ja, en... Ja, hij moet echt hier gaan. Hier gaan. Er eerst tegen leunen en dan... No fucking way. Zoals je kan zien, ik heb een klein beetje geterrafarmd. Ja, maar wat is die kerel? Dat is een LA. Dus ik heb begin die deep dark leren. Ben ik wel een paar keer verschoten. Dat zijn mobs van Alex mobs. Ah, heb ik nu ja. Dit item kunnen maken. En als ik dit nu doe... Oh bro, man. Oh, come on, come on. Oh my god. Er komt de varken uit. Ik ben aan het nadenken. Heb je eigenlijk kool voor iets nodig? Kool? Ja. Ik heb niet veel kool, maar ik heb het ook niet nodig. We zijn aan het twijfelen wat ik farm doe, man. Je kan er inkt zeggen. Dat klinkt logisch. Ja, dat... Zou ik het gewoon zo... Die mother heeft me Wow. Die catfish heeft me waterwiel opgegeten. Wat? Ja! Ik heb hem dood gedaan, ik heb mijn waterwiel terug, ik ben blij. We zijn nu bij Rutte, denk ik. Ja. Anders bij Giovanni moeten we parkeren. Volten. Dit is het council van... Simon, wij wachten op jou. Yes, daar. We zijn allemaal samen. Holy shit. Okay. Oh my god, this guy jetpacking around. Echt rot op. Ah, er staat een fucking grizzly bear voor ons. Holy shit, zoveel ja, armen. Er zijn er like vier rond ons. Ja, dat is een teken. Nou, niet dat is een teken om te beginnen met te drinken. Oh my god, this guy. Oh. Let's go. Ja, ik ja, ze zijn terug naar mijn base, he. Salut. Wat? Wat is de strijd al begonnen? Kom. Oké, enige komst misschien? Pak gewoon eerst die crystals. Ja, ik ging niet al mijn dog shit meenemen. Ah ja, Jon is gewoon aan het XP farmen, by the way, terwijl hij van... Dude, ik was bijna dood. Ah, dude, het is hier ook. Nice. Ah ja, dat hoort nog een keer. Is dat ja, ik heb maar twee arrows, dus... Maar heb je geen infinity boog? Ik heb gewoon een boog, hoor. Ik heb geen enchanted boog. Ik heb een infinity boog. Het is een normal boog. Oh, dat is Chad. Je komt naar beneden. Really? Er is nog een crystal. Waar? Oei, hij is me! Nog niet uit. Ben je serieus nu pas in de end gekomen? Gast, is al bijna dood. Ja, maar, Simon gaat hier komen finishen hoor. Ik ga de last kill krijgen. Ja. Oh, val voor het. Good job. Yeah boy! Let's go. Jullie hebben gewoon al de XP getroopt. Ja, gast, je hebt niks gedaan. Nee, oh, dat is echt zo'n tyfusplaats, ik wil er echt niet naartoe bouwen. Wat? Moet ik speedbridgen? Geef me een blad. Ik wil dat wel zien gebeuren. Wacht, als ik val, kan ik dan nog mijn grave paden? Ja. Ja. Wow. Hey. Oh, dat is scary. Dat is best scary. Al goed hoor, by the way. Holy shit. Wat voor beesten zijn dat? Oh my god, waarom zijn ze zo toxic? Oké, moet een Econ Elytra, boys. Maar die zijn zo ver aan het... Kan ik dat schieten? Ik heb de Enderflu. Ben je ziek, jongen? Hey, wat is die olifant of zo? Wat olifant? In de zoo. Fuck, hou het haal. Ja, hoi, op zich niet hoi. Als je stoer bent, hoi. Ah, dat is GG, Anna. Moet gewoon beter hooien, ja. Bro! Oh. Nu is hij nu hooi. Ja, het is gelijk dat niet het. via hier parcours Enderpearl doen. Wat doe je, ik ga gekikt worden als ik ga vliegen? Doe. Niet doen, Jona, maar je gaat vallen in de void. Ja. Nee, maar doe het gewoon. I know, but just do it. Oh, hier staan. Wat? Ik raad niet eens hier. Ah! Oh, GG! Nee! Help! Is Jona dood? Yes. Nee, nu moet je water plaatsen dat hij in het water. Rutte, help! Nee! Allee. Nee! Je zat er lekker in, je bent er ingespant. Dat is niet waar. En je bent eruit genomen, dat is niet waar. Nee, oh, ik zag dat niet. Ik heb dat allemaal gezien. Je zit op the point of no return, jongen. Het is GG. Oh, nee. Je hebt zo al zijn backpacks mee ook. Ik ga niet meer joinen, man. Ja, awesome. Ik ga nooit meer op de server komen. Oh my god, this guy. Hoe deed hij dat? Zelfs extra dan niet in die Ender Pro play. Oh my god. What?
Hoezo was dat zo hoog dat ik daar zo fucking dood van ga? Ben je dood? Minecraft is zo'n cringe game, dude. Wat stel je voor je gaat dood in de hand? Jona. What the fuck, die minicube is OP. Nom 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 nom. Heb je gevonden? Moet je stuff pakken? Nee, Valentin moet je stuff pakken. Oké, je vertrouwt mij niet. Nee. Nee, jij zit gewoon in de voids, man. Nee, dat zit er niet in. Wel, in deze episode hebben we niet veel gedaan met Wood Factory. We hebben uitgezocht hoe dat de ejector plate werkt. Dus dat is al top. We hebben nog een transportband die wel nog manually powered is. En we hebben een item vault geplaatst. Voor de rest niets meer gebeurd. Maar zoals je weet, we zijn wel naar de end geweest. En ik heb deze mooie creature die naast mij staat meegenomen. Dus als ik mijn Chorus Fruit pak, komt hij naar mij. Ik kan erop zitten. Oh. Uh-oh. Dus ik kan erop zitten, zoals je kan zien. Ik zit wel een beetje in het dak. Ja. Voordat alles eigenlijk gebeurd is dat jullie gezien hebben in de video, heb ik eerst een heel groot deel geterraformd en bijgebouwd. Dus laat ik jullie eerst nog 2 minuten clip zien voordat we aan het einde van deze video komen. En ik ben dan ook begonnen met een afscheiding te maken tussen de parking van de houtfabriek en ja, wat nu eigenlijk gewoon een beetje gras is. Hiervoor gebruik ik ook dezelfde blokken die ik gebruikt heb voor de haven, omdat het eigenlijk mooi doorloopt. En vond het ook wel nice om polished basalt op de corners te plaatsen. En dan om de zijkant van het gebouw minder plat te maken, dacht ik om hier een verhoog op te maken met een paar custom trees. Ik begin altijd eerst met de stammen en de takken te plaatsen. En dan achterna voeg ik leaves toe. En het is ook belangrijk dat je het niet te vol bouwt met leaves. Dat het zo ademruimte heeft of zoiets, ja, I don't know. Ik wil dat je de parking enkel kan binnengaan door een gate die open gaat en blijkbaar met een mechanical bearing die ik dan power met een sequenced gear shift kan ik dit. Instructies geven wat hij moet doen, dus 90 graden naar links en dan 6 seconden delay en een turn naar rechts. Dan moet ik deze blokken vasthangen met lame en als ik het dan probeer, gaat hij open. Natuurlijk moet er zogezegd een controlkamer zijn voor de persoon wie de gate bedient, zogezegd roleplay is. Dus dacht ik, laat ik een huisje maken. Heb verschillende stijlen geprobeerd en ik dacht dat dit de beste is met een stripped oak logs. Die op chiseled bricks staan. En stripped spruce en oak passen goed bij elkaar, vind ik. En dan kreeg ik het leuke idee om verder te plannen hoe dat de treinroute ging lopen. Maar het bleef niet enkel bij de traintrack plaatsen. Ik ben gewoon begonnen met heel dit gebied te terraformen. Beginnen met de stone weg te halen. En dan de layers van dirt te plannen. Om al een general idea te hebben hoe dat het eruit gaat zien. En dan ja, alles beginnen opvullen. En de bovenste laag moet gelijk komen met de traintrack. Waar dat dan zogezegd auto's of die van die ik gemaakt heb over kan steken. En nu gaat het niet altijd lijken alsof dat mijn huis aan het zweven is. Dus dat is alweer een pluspuntje. Ik probeer ook zoveel mogelijk op te vullen dat er geen lege haten zijn in de grond. Waar dat mob spawnen ofzo. En ik mag niet vergeten op te liggen, want ik heb geen zin om zombies of creepers in mijn buurt te hebben. En het ziet er best clean uit nu. Nou, dat was dan het einde van de video. Ik vind dat het al allemaal heel mooi eruit ziet. Vooral deze boompjes hier, heel lovely. Dus vonden jullie het nu leuk, deze aflevering? Laat het weten door te liken en te commenten. En laat een subscribe achter. Zodat ik weet dat ik meer van deze content kan maken. Hè. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Good. Bye.